Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben Jennifer Dekkers en ik ben zojuist wakker geworden bij het huis van Co en mijn moeder. Maar ja, zoals iedereen wel weet, moeder is er niet meer, helaas. Maar ik ga nog wel regelmatig bij mijn stiefvader langs. Of eigenlijk bonusvader, dat klinkt beter, hè? Nou, ik heb net gedoucht zoals jullie zien, haren gewassen. Ik heb mijn bril nog niet op, maar ik zit eraan te denken om mijn lens in te doen. Mijn lenzen liggen hier in mijn toilettas, in een doosje uiteraard. In een goed doosje. Maar dan ga ik eventjes naar de badkamer zo. En straks komt mijn broer hier. Mijn tweede broer Jeffrey. Justin kon helaas niet, want hij kon zijn hond niet echt ergens heen. En de hond verhaart nu heel erg. En dan is het moeilijk op te ruimen in een huis zoals hier. Boven ligt tapijt. En als het een beetje boven komt, dan krijg je het moeilijker weg. Dus hij blijft helaas thuis. Dus Justin, we zien je volgende keer. En ik hoop dat de volgende keer wel een oppas voor de hond is. En €108 voor één dagje, dat is best wel duur, vind ik. Bij een hondenpension. Als je het geld niet hebt, dan heb je het niet. Dus ja, dat is echt te gek voor woorden. Vinden wij. Dus hadden we iets van, kom maar een andere keertje. We zien je wel gauw. Mama zou eigenlijk willen dat we allemaal zouden komen. Maar vooruit voor deze keer, even zo. En er is iemand aan het hakken buiten. Oh jee. We gaan ook nog naar het graf van mama weer vandaag. Dat ga ik nu niet vloggen, denk ik. Denk ik, hè. En we gaan ook nog bloemen kopen met Co. Of plantjes, zeg maar, voor hier in huis. Ik ben benieuwd welke Co gaat kiezen. Dus we gaan gewoon lekker meekijken. En mij zien jullie zo meteen weer. Plantje voor één, drie plantjes hebben. Drie plantjes? Ja, 1, 2, 3. Die daar dus, die daar zo staat. Ja. En dan deze en die. Nou. Waarom zet je een kraakje? Ja. Waarom zit je te vlossen? Ja. Jeetje. Ja, heel erg op je woorden letten. Nou, we gaan straks met Jeffrey ook naar het graf van mama. Gaan we een mooi plantje neerzetten daar ook. Of wel tulpenwouw neerzetten. Huh? Tulpenwouw neerzetten, toch? Daar. Ik moet even kijken of u het anders ziet. Ik weet niet of ze er nog zijn. Nou, we gaan gewoon eens kijken. Ik moet eventjes mijn telefoon pakken. Oh, die zit in mijn kontzak. Wie denkt nou dat je telefoon in je kontzak zit? Nou, jij. Doei, doei. Welkom bij Bakkums Boetje. Het zijn bollen. Dus ik denk dat we voor kamerplanten niet slagen. Mondkapje opdoen. Nee? Jij, kom eraan. Kun jij hem vasthouden even? Ik zie niks meer. Ik heb deze bij Bakkums Boetje gekocht. En dat is kruiden. Dit is basilicum en dit is tijm. En ze hadden uitgelegd dat als je... Dan ze hebben het erbij gedaan gewoon. Dit zit eronder. En dat zorgt ervoor dat hij dan zichzelf water geeft. Op het moment dat hij het nodig heeft. En zo blijven ze langer goed. En ze hadden liever ook niet dat ik zonder toestemming ging vloggen. Dat moet ik volgende keer gewoon vragen. Dat snap ik uiteraard. Ik moet gewoon eerst vragen in plaats van zo binnen denderen en dan meteen beginnen. Gewoon eerst vragen. Dat lijkt me heel handig. Dat is veel beter. En het kan zijn dat jullie een beetje lawaai horen van boven. Het huis is redelijk oud voor de jaren oorlog of zo. Ik heb geen idee. Voor de jaren oorlog, jee, maar ik kan geen Nederlands meer. Maar Co is aan het stofzuigen boven. En Jeffrey kan hier elk moment komen, rond 1 uur, 1:30. Dus daar wachten we op. Dan gaan we bloemetjes brengen naar mama. Ik weet alleen niet waar ze nu zijn, maar ik kan wel laten zien welke het zijn. Deze, want we hebben ook eentje van binnen. Voor binnen bedoel ik. En die is heel erg leuk. Het is een rode kleur. En mama hield van kleur, dus we gaan altijd voor de kleur. Oh, die staat buiten nu, zie ik. Staat buiten op de tafel. Kijk, goed. Als je hem goed ziet. Alleen het enige wat ze niet hadden waren planten voor binnen. Ik heb begrepen van Co dat ze dat wel eens hebben, maar nu op dit moment niet. Maar ik vond het heel erg leuk en heel erg mooi om te zien hoe ze dat gemaakt hebben. Ik hoorde stofzuigen. En de reden dat ik dat doe, ik heb net flink zitten niezen. Zo'n 4 keer achter elkaar of zo, dus ja, heb ik dat ook weer gehad.
En dus nu eventjes afwachten op Jeffrey. En ik kijk nu een beetje veel op TikTok rond. Ik heb mijn lens in, zoals jullie zien. Ik vind het alleen een beetje zielig voor deze basilicum. Nee, basilicum is het niet. En daar ben ik echt... Daar weet ik even de naam niet meer, maar je snapt wel wat ik bedoel hiermee. Dat vind ik zo zieliger uitzien. Nou ja. Zoals jullie zien, dit is een olifant gemaakt van een 3D-printer. Of met een 3D-printer. Jeffrey heeft het ontworpen zo. Nou ja, ontworpen, dan ga ik het vinden. Weet ik veel ergens, maar... Een modelletje gevonden, ja. En ik vind hem heel erg leuk. Jeffrey wil ook nog binnenkort een grotere letter maken. Heb ik begrepen. En dan bij de kinderen op de slaapkamer. Ik vind hem heel erg leuk. Ik ben benieuwd waar hij de is er wilt ophangen. Hij is echt mooi. Laat even weten in de reacties trouwens wat jullie hiervan vinden. Kijk, als ik hem nu naar een witte ondergrond doe, dan is het ook mooi. Zoals hier. Gewoon zo. Niet dat hij hier opgehangen wordt, maar dan kun je het denk ik nog beter zien. Ko vindt het ook mooi. En zo kun je heel veel dingen maken met een 3D-printer. Kijk, nu zie je Ko door een hele andere wereld. Of, dan zie je mij door een hele andere wereld. Kijk, dan doe je het gewoon zo. Dit is dus echt, ik vind het echt mooi gemaakt. Waarvan is het gemaakt eigenlijk? Van plastic. Plastic? Je kan van alles ermee maken, hè? Ja. Zo, door een andere wereld zo. Zo. En we gaan zo meteen weer even op pad. Ik kan deze hier neerzetten, is dat een plekje? En dan zet ik die daar. Ja, inderdaad, want anders mis je... Ja, dan gaat die daar naartoe. Hier moet een klein stukje ingegraven worden. Mm-hmm. En die moet ook ingegraven worden hoor. Kijk, dit is omgewaaid geweest, maar toch heeft hij zich aardig nog gered. Dat ja. Staat hier mooi hè. Weet je wat het mooie is? Dat ik hem hier achteraan heb gezet. Dit gaat groeien en dan gaat er een beetje omheen groeien. Ik vind het nog een mooi plaatje. Jij? Ik vind hem hartstikke mooi. Hij zat laatst onder de regen. Al die waterdruppels is zo mooi. Deze is wel bijna zijn eind, maar dat geeft niet. Die begint alvast. Dan ga ik hem even ingraven. Ja, dat kan helpen. Wat mag jij doen? Ik bedoel, ik moet jullie er meer bij betrekken. Dus die ietsjes, gewoon dat die een beetje ingezakt is. En die bos bloemen bij je moeder ook. Kijk, deze moet je niet langs moeten komen, die gaat straks. Dan zijn die op een gegeven moment uitgebloeid en dan gaan we daar weer wat anders voor neerzetten. Die bak is een Anton die je nu doet. Niet al te diep, denk ik. Nee, ik denk zoiets. Ja, ook perfect. En als die weg is, kijk als we deze nou hier hebben neerzetten, dan komt straks, gaat die ook vervallen, volgende week of zo, nog weer een onder het bos. Is mooi hoor, zo. Ja hè. Ja, die kaarsjes. Ik vind die foto geweldig. Ja, die heb ik gemaakt in 2012. Wat? Die foto. Ja, ik weet nog wanneer. 2012? Ja. Die zeg je. Oh. Denken de mensen, oh, het ziet er nog goed uit. Zo zag ze er eigenlijk nog goed uit. Dieper? Nou, ietsje steek. Nou, ja, dit kan wel hoor. Als jij gewoon dat er tegenaan gooit aan de buitenkant. Het is er om tegen te omwaaien. Als er weer een harde windvlaag komt of zo. Ja. Dan ga ik eventjes een straatje vegen. Oh, straatje? Ik denk al straatje vegen.
Nee, dat ligt dan. Daar, ja. Heel elke avond bijna wel van die filmpjes van Jennifer te kijken. En nu zag ik dus ook van ja, ik heb het erop gehouden en dat... Zo, ik ga weer lekker slapen. Zo, dat is een beetje hard lawaai. Klinkt wat lawaai, maar... Nou, zoals ik net zei, ik ga lekker slapen. Want ik ben best moe. Heb ook even een emotionele moment gehad bij het graf van mama. Eventjes bij mijn nicht geweest. Met Jeffrey en Co. En nu lekker slapen. Oeh. Ja, een drukke dag. Dan wil ik jullie ook gaan vragen om op mijn kanaal te gaan abonneren. En een blauw duimpje omhoog, dat vind ik leuk. Zou ik heel erg lief vinden. En dan zie ik jullie weer bij een volgende vlog. Dus bij deze weer, rollators!